Het Olympisch Stadion in Amsterdam is gedurende enige dagen het centrum geweest van een activiteit die het voordien nimmer heeft gekend. In Parijs bestond vroeger een sportpaleis waar men fietsen kon leren. Men had er een garage met 1000 machines ter beschikking. Dergelijke opleidingsscholen bestonden ook in Nederland, zoals deze foto laat zien. Al vroeg in zijn bestaan drong de fiets ook de wereld van het variété binnen. En tot op de dag van vandaag zijn mensen op zoek naar varianten waarmee ze kunnen opvallen. Dat je maar even zet en waarmee ze kunnen opvallen. Het komt nooit meer los! Het komt nooit meer los! Waarmee ze kunnen opvallen.